Nijmegen is een groene stad en dat hebben we onder andere te danken aan de 63.000 bomen die er te vinden zijn. De gemeente hecht daar veel waarde aan en heeft zelf een speciale bomenwachter aangesteld om het behoud van deze bomen te waarborgen en te zorgen dat er jaarlijks zo'n 1000 bomen bijkomen. Vooral bij werkzaamheden willen bomen nog wel eens een obstakel vormen, maar de bomenwachter is er dan om de uitvoerders te adviseren. Zoals momenteel aan de Groesbeekse weg, waar Van Gelder aan het werk is. Hun samenwerking met de bomenwachter gaat zo goed dat ze vandaag in het zonnetje werden gezet. Dankzij de samenwerking tussen de bomenwachter Liander en Van Gelder worden de bomen goed beschermd tijdens de werkzaamheden aan de Groesbeekse weg. De gemeenteraad had aangegeven in het bomenbeleid wat ze belangrijk vonden. Naast het aanplanten van veel nieuwe bomen was dit ook het beschermen van bomen die er al zijn. De functie bomenwachter is speciaal hiervoor in het leven geroepen. Wat vaak vergeten wordt, we kijken vaak naar een boom bovengronds, maar ondergronds. Daar zitten eigenlijk de belangrijkste functies, daar zitten de wortels. De voedingsstoffen die een boom nodig heeft, haalt hij uit zijn groeiplaats. In de jaren 70 en 80 zijn deze groeiplaatsen veel te klein ingericht, wat een goede afstemming tussen Liander, Van Gelder en de bomenwachter extra belangrijk maakt. Ze zijn belangrijk omdat ze schaduw bieden, omdat ze genoeg koelte in onze stad brengen, biodiversiteit, dus genoeg beestjes die daar ook gebruik van maken. Alle bomen worden in kaart gebracht via een bomenplan. Hierin staat hoe de verschillende bedrijven om de bomen heen kunnen werken en hun werkzaamheden kunnen verrichten zonder schade aan te richten. Een boom die heeft er natuurlijk zo lang over gedaan om zo groot te worden. En dat wil je niet in no time vernietigen. Dus daar moet je alles aan doen om dat te behouden. Dat is gewoon heel belangrijk.